We gaan vervolgens verder met een andere vrouw, een oudere vrouw, ruim over de 80. En haar naam is Kobi Notenboom. Ik zal u even vertellen hoe wij elkaar ontmoet hebben. Ik woon in de Nieuwmarktbuurt en Kobi woont niet zo ver bij mij vandaan. Ik kwam haar tegen op straat, zomaar. Ze keek mij aan en vroeg of ik een kopje thee bij haar wilde drinken. Dat trof mij in het hart, omdat je dat niet veel meer meemaakt. En zeker niet voor oudere mensen die zo schuchter zijn geworden. Ik ben bij haar op theebezoek gegaan. Ik heb daar een half uur met haar zitten praten en vond het wederom een bijzondere vrouw. Zij heeft haar leven gedeeld met een arts, is zelf vroedvrouw geweest en woont vlakbij of in de buurt van de Flessenman. Ikzelf vind dat deze vrouwen een stem hebben en ook gehoord mogen worden en zeker een generatie die bijna uit de tijd is geworden en toch nog deel van onze samenleving is. Ik wens u veel luistergenot. Dan gaan we weer. Fijn, Kobi, dat je mee wilt doen in het vrouwen. Ja, nou, dat is wel een hele overwinning. Ja, maar ik vind het geweldig en ik zal je ook nog zeggen waarom ik dat zo geweldig vind. Ik vind dat er veel te weinig oudere vrouwen ook een stem laten horen. Ja, maar ik geloof dat ze niet gevraagd worden. Te weinig, denk ik. Dat is één ding. Ja, want dat moet ik ook zelf... Ze denken, oh, die ouwe weten toch niks. Ja, discriminatie leeft wel onder de bevolking. Niet iedereen, maar ja, dat is altijd zo. Ja. Laatst zat ik in de trein en een dame die las tegenover mij. Nou, maar ik maakte me klaar om de deur uit te gaan weer naar buiten. Ja. En ze kijkt me aan, zegt ze, wat vind ik u knap dat u dat nog op uw leeftijd alleen doet om hier in de trein te zitten. Ja, dan ben ik alleen maar verbaasd over dat soort mensen. Hè. Ja, dat is heel leuk. Ja. Nou reis je vrij veel, hè? Nee hoor. Nee? Ik ga alleen een keertje naar Bussum en ik ga zeg maar ongeveer 3 keer naar mijn schoonfamilie in Den Haag. En af en toe, mijn vriendin die was jarig en dan ga ik ook. Dus ik reis misschien 5, hooguit 6 keer per jaar ergens heen. Ja. Nou, om vrouw te zijn, om een oude vrouw te zijn. 88 jaar is niet mis. Nee, het is niet mis. Dat is niet mis. Nee, beslist niet. Wat zijn nou de vreugden van het ouder worden en wat zijn de verdrietjes van het ouder worden? Nou ja, de vreugde in die zin dat ik eigenlijk een beetje oogst wat ik gezaaid heb, zou ik zo kunnen zeggen eigenlijk. Ja, niet altijd helemaal naar mijn zin, maar ja, ik heb veel plezier van wat ik geleerd heb in het leven, de mensen waarvan ik geleerd heb, met wie ik geleerd heb. En waar ik ondervindingen van opgedaan heb, die mij toch een stuk wijzer hebben gemaakt. En vooral zelfstandiger. Dat is toch een heel groot goed, vind ik, in deze maatschappij. Ja. 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 Hoe zelfstandigheid, wat betekent dat voor jou? Nou, dat heb ik hier kort geleden, heb ik dat nog aan mijn moeder moeten denken. Mijn moeder was dus ook een hele aparte vrouw. En die had wel eens gezegd, toen ik al bezig was om uit huis te gaan, dan zei ze tegen mij, denk eraan, een man die een vreemde vrouw aanspreekt, is geen heer. Dus daar hoef je ook niks tegen te zeggen. Nou, je kan haast zeggen, 70 jaar later loop ik hier op straat en er komt een heer naar me toe. Zegt hij tegen mij, mevrouw, zou u nou van mij niet een kamer hebben? Ik zeg tegen hem, kent u mij? Nee. Ik zeg, hoe komt u er dan bij om aan een vreemde vrouw een kamer te vragen.
Nou, hij was weg. Had ik aan mijn moeder te danken. Ongelooflijk, ja. En dat heb ik ook. Mijn vader was altijd toch bij ons. We gingen naar zondagschool en dan was er af en toe eens een dagje uit en zo. Mijn vader ging mee. Ja. Dat wat mijn vader voor zijn kinderen heeft gedaan, dat, ja. Vind ik geweldig. Ja. Dus het ouderlijk huis, het wat je geleerd, wat je meegekregen hebt. Je wordt nou heel emotioneel. Ja, omdat het tegenwoordig vaak, zoals kinderen daar weglopen en helaas, dat was bij ons thuis niet mogen. Maar ook in mijn hele, ik ken geen kennissenkring waar men niet als gezin samen alles deed. Ja. Hè? Ook ja. Nog, we deden nog een heleboel met elkaar. Want je had bij de VARA, had je toen, en daar kan ik geen datum van zeggen, maar ja. We gingen met z'n allen, gingen we zondagsmorgens van de VARA naar City. Ja. En dan was daar een culturele ochtend. Ja. Nou, niemand die praktiseerde om niet mee te gaan. Ja, ja, maar ik heb ook het idee dat in deze tijd, hè, dat voel ik zelf ook, dat het de aandacht, de werkelijke aandacht, voor het menselijke, voor de behoeftes ook, dat weg is. Dat waarschijnlijk nog wel bestaat, maar doordat er zo waanzinnige haast is. Ja, de haast. Maar ik ken vrouwen ook uit Flesseman die veel doen. En ik ken ook kinderen, kleinkinderen die veel doen voor hun grootmoeder. Ja, die zijn er wel. Die zijn er nog. Die zijn er. Maar ik denk te weinig, maar dat weet ik niet. Als je nou kijkt vanuit jouw positie, hè? Je bent 88. Wat zou jij nou vinden, of wat zou jij op prijs stellen? Wat zou er moeten gebeuren voor ouderen? Want uiteindelijk nu, ik kom je vandaag toevallig opzoeken. Uiteindelijk vermaak je je ook, je leert je vermaken. Hè? Je scrabbelt graag, je luistert graag naar muziek. Maar het betekent toch, mijn grootmoeder klaagt daar met name ook over, nog een krachtige vrouw, dat ben jij ook, hè? Op een bepaalde manier ben je een krachtige vrouw. Wat ze zegt, ik ben te veel alleen. Oh, daar heb ik geen last van. Oh, daar heeft zij wel last van. Oh, nee. Dat vind jij niet erg. Maar wat... Nou, niet erg. Mm-hmm. Ik, zo vind ik, je moet zoveel mogelijk doen wat je kunt en wat nodig is, want ik moet ook wel eens dingen afwassen bijvoorbeeld, ik noem maar wat. En ik hou zelf het huis zoveel mogelijk schoon, dus op het ogenblik niemand die me helpt. Maar ik let op wat ik bors en wat ik vuil maak, dat gebeurt direct. Hè? Dus ik wacht niet tot eventueel, maar dat is ook helemaal mijn stijl niet. Dat scheelt natuurlijk ook. Hè? Dan heb je heel veel dingen gedaan, je bent vroedvrouw geweest. Je hebt in de psychiatrie gewerkt. Wat heb jij geleerd van de psychiatrie? Nou, ten eerste omdat je dus... dat is heel ingewikkeld hoor, die psychiatrie. Maar, en vooral, ik heb het meest eigenlijk geleerd van die 5 jaar dat ik op de jeugdpsychiatrie ben geweest. Want... toen de tijd, dokter Hart de Ruiter, die zei toen de tijd al, als ik dat opzoek, maar dan moet je nog wel even geduld hebben, en dan kan ik je dat artikel geven. Wij komen veel te laat, want wij kregen kinderen van de kinderrechter, van de kinderartsen, van de huisartsen, nou noem maar op, al die mensen die met kinderen in aanmaken. Maar ze werden te laat gestuurd. Het kwaad en nu heb al ik... geschiet bijna. Ja. En dat was in de jaren dus zeg maar van 47 tot 52, die 5 jaar. Nu was daar met, geloof dat die Karel de Graaf heet, die had dus ook de kern van de zaak. En die had laatst ook mensen, psychiaters en rechters, er was een hele groep mensen. En een van die heren die als slot, en dat frappeerde mij, die zei als slot, ja, maar we komen eigenlijk allemaal te laat. Ja. Je hebt natuurlijk depressies en je hebt de schizofrenie. Ja.
En de onbekwame, geestelijk onbekwame, gebrek aan hersens. Ja, dat zijn heel... Maar dat zijn gespecialiseerde gebieden. Ja. Maar daar lopen natuurlijk ook heel veel mensen rond. Tijdelijke, ja. Tijdelijk verward raken. Ja, ja. En dat is dus de kunst natuurlijk om dat met elkaar... En dat gebeurde ook, dat zei ik al, door de arts die enorm veel gevoel had voor die mensen, dat die een koor had opgericht en zelf achter de piano speelde. Dat een andere arts ging mee naar de Vierdaagse. Er zijn patiënten die elk jaar naar de Vierdaagse meeliepen. Nou, dat was een feest voor die mensen natuurlijk. Hè? Ja. En ik heb wel iemand gehad, die had familie in Indonesië. Ja. En dan klinkt het natuurlijk krankzinnig in deze tijd. Maar die kreeg dan met zijn verjaardag een tientje. En dan mocht hij uit. En dan mocht hij zelf zeggen welke zuster mee mocht. En met die man ben ik 3 keer mee. Omdat ik dus uit Amsterdam kwam. En hij wilde graag naar Amsterdam. Nou, zijn we samen uit geweest voor een tientje. Ook nog de bioscoop. Ja, ja. Dat kun je je niet meer voorstellen. Nee. Dat soort dingen. Nee. En dat je dan met z'n tweeën een tientje. En die man bij wijze van spreken in de hemel is. Dat hij een dag uit is geweest. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja, dat zijn zeker ongelooflijke dingen. Ja. En ik geloof dat dat helemaal weg is. Ik ken dat niet meer. Ik hoor er ook niet meer van. Nee. En dat vind ik dus triest. Ja. Ik loop dus vaak achter die terrasdingen en ik zie mensen lopen, maar ja, daar is geen sfeer meer, wat ik dus noem een sfeer. He, als je dus iets eet, dan ga je erbij zitten en dan, en dat is dus, al ben je alleen, dan ga je toch even erbij zitten, maar lopen, ja, dat is iets wat ik per se niet wil. Ik wil dat. Dat vind ik dus dat ik mezelf dus, hoe noem je dat? Op een lager niveau, devalueren noem ik dat dan maar. Ja. En dat zie ik dus, want niet alleen zoals ik alleen, dat zou nog geen ramp zijn. Maar hele gezinnen lopen te eten. Ja. Ja. En dat kwam vroeger niet voor. Wie dat deed, ja, een dronken man had wel... Maar dan nog, dronk hij niet op straat, want dat heb ik nooit gezien hoor. En dat hadden we vroeger toch wel, mensen die dronken op straat liepen. Ja, ja, dat kwam wel voor. En dat vond ik altijd, thuis ook. Want ja, thuis waren we, ik wil niet zeggen geheel onthouden, maar het was alleen maar de feestdagen. Moeder maakte eigen advocaat. En we maken bol, hè, met vruchten en er was dan een of andere wijn bij, ik weet niet welke. En hooguit kregen we een glaasje port of zoiets, maar het was meestal alleen maar iets van... Feest. Ja, alleen met kerstfeest en met, nog niet eens met alle verjaardagen. Maar, en met Sinterklaas was er altijd wat extra's. Maar ja, je moet niet vergeten, we waren met z'n zevenen, dus dat was ook altijd de kostbare beweging. Ja, maar het had ook nog zoiets van waarde. Ja, oh ja, je waardeerde het zeer. Ja, en ik zie nog mijn moeder bijvoorbeeld pannenkoeken bakken. Ja, en dat is ook een wonder uit die tijd. Als je nou gaat, wat er komt uit heel de wereld komen er persiken en allerlei vruchten. En wij hadden in Abtekoude, wij woonden in Amsterdam-Zuid. En dan kwam als laatste klant, was mijn moeder, van die man... Met zijn boerderij er ergens bij op koude. En dan had hij wel eens wat over. Nou, dat kreeg mijn moeder. Bijvoorbeeld in de aard. Want de koelkast was er niet. Nee. He? Dus dan zei hij, nou neemt u die slof maar. Want die kan ik toch niet meer kwijt. En dan zei mijn moeder, zeg halen jullie een extra boot. Want ik hoef niet te koken. We hebben vanavond brood met aardbeien. Die soort dingen, ja. Of ze maakte appelmoes van appelen die hij niet meer kwijt kwam. Ja. En dat soort zaken. Ja, het is een totaal andere wereld geworden. Ja. Als wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat een ander niet. Nou, en dat wordt elke dag met voeten getreden. Het is een hele moeilijke zaak. Ja. En
daar gebruikt men vaak, men denkt dat het vanzelf gaat. En dat is dus een verkeerde en een miskenning van ook het nieuwe kind. Het is een eigen kind en heeft een eigen. En veel meer het afwachten wat het kind wil en kan, dan zeggen, nou, hè, denk eraan, zo wil ik het. Dat wordt nog, ik geloof zelfs, de ideale vorm van opvoeden vind ik nog altijd caseboeken. Ja. Er is laatst een professor over geweest, die was Duitse. En zijn ouders en hij zelf is gemengd gehuwd. Dus ze hebben in principe weinig. Maar vanuit Duitsland is hij gewaarschuwd om naar Nederland te gaan in de oorlog dus. Of net voor de oorlog nog. Om naar boeken te gaan. En als je die vrijheid hebt, zoals boeken kan brengen. En je leert ook muziek maken. En ja, veel uitgebreider. En wat men nu wil, dat is daar kun je een heel leven niet op opbouwen. Ik voel het zelf. En dan heb ik nog wel een jaar Grieks en Latijn gehad. Waar ik al voordeel van heb. Maar ja, ik zou haar zeggen, je ontwikkeling kan niet breed genoeg zijn als je het dus kan. En het niet interesseren, geloof ik, ligt aan degene die doseert. Dat moet je weten te doseren. Ja, niet een tiran worden. En ergens op mensen gesteld zijn. Hè, probeer het nou, of dit soort zaken, ja. Maar, en ja, het moet wederzijds zijn. En niet, ik zeg het je. Nee, dat is niet een echte autoriteit. Autoriteit moet het eigenlijk kunnen laten zien. Ja, ja, vind ik heel moeilijk hoor. Ja. Ja, liefde, dat wordt misbruikt. Hoor. Wat mij bijvoorbeeld buitengewoon geërgerd heeft, want als je weet, het was, je gedroeg je als vrouw heel slecht, zoals ik nu met mijn benen over, dat mocht niet. Je moest met je benen naast elkaar zitten. En wat zie ik op mijn reis naar Den Haag? Daar ligt zo'n blad, de spoorwegen of zoiets dergelijks, hè. Nou, dat kijk ik zo door, want je bent hier een half uur in Den Haag en dan neem ik geen krant of zoiets mee. En je ziet ook genoeg daar. En wat zie ik daar? Een plaatje gewoon, want het is zo groot, hè? Zeg maar 25 bij 20 of zoiets dergelijks. En dan zie ik een vrouw, een jonge vrouw, met opgetrekte knieën. Heel wijd en die kijkt, ja, ze had wel een broekje aan, maar dat was dan alles. Kijk je zo in de kruis. Wie is daar nu mee in zo'n blad van de spoorwegen? En ik heb er geen zin in. En ook niet ik ken de weg niet om dat tegen degene die daar verantwoordelijk voor is te bespreken. Maar ik vind dit een grof schandaal. In zo'n blad wat voor iedereen dus daar ligt. Wat vindt u het schandaal daaraan? Om zo wat tegen alle ethiek is, om dat zo in zo'n algemeen blad te laten zien, ja. Want dat hoort geen enkele vrouw zich zo te gedragen. Dat is vol. Trouwens, ik heb nog nooit in een trein zoiets gezien. Dus dan denk ik, wie haalt het in zijn hoofd? Licht u even toe. Waarom zou een vrouw zich niet zo moeten gedragen? Nou, dat heeft vele. Ja, dat men onderkent ook de man daarin. Want de man, ja, die is gevoelig voor dat. Die is gevoelig voor de. Al kan hij maar een stukje zien van de buste, dan. Niet alle mannen natuurlijk, maar. Al zijn ze er gevoelig voor, nou, hoe. Kunnen mannen ook gewoon doorlopen natuurlijk. Ja, het is men hoopt op de prikkel. Maar dan zeg ik nogmaals, waarom dan in zo'n blad van de spoorwegen? Goed, maar men hoopt op een prikkel. En waarom
zou je, en waarom is geprikkeld worden in dat opzicht volgens u niet goed voor de vrouw? Voor de man ook niet. Waarom niet? Nou, het is, ik vind nog altijd dat omgaan met een vrouw is dus intiem en dat moet ja, op een hoog niveau. Dat moet zorg hebben voor en niet alleen je lust eventjes kwijt zijn. Nee, je bent niet een konijntje. Ja, dat heeft natuurlijk vanuit mijn tijd natuurlijk een negatieve, vaak niet altijd natuurlijk. Want ik weet van families die hebben dienstboden gehad, die waren gewoon lid van de familie. Die deden alles mee en dat was mijn... En dat moet je je voor kunnen stellen als jij dienstbode bent, ik noem maar wat, bij een advocaat of een notaris of bij de dominee ook. Daar leer je wat van als ja, je maar ik vroeg dienstbaarheid. Ja, maar dat... Ja, dat is ook een vorm van... Ja, maar dienstbaar zijn is punt 1 of je, hoe je dat zelf bevoelt. Hè? Dienstbaar zijn. En dan, als je daar de ander mee dienst doet, ja, geloof ik dat het positief kan zijn. Anders ben je dus min of meer een... ja, een slavin of zo, die alleen maar te doen hebt en aan te brengen wat de ander wil. En dat zo bedoel ik dienstbaarheid niet. Nee. Wij zijn elkaars dienstbaar op het ogenblik. Een mens, hoe die zich gedraagt, en vooral dus als je dus verliefd bent en met trouwplannen hebt... Ga naar wederzijdse families. Informeer wat daar gaande is. Kijk welke ziektes daar zijn gegaan. En zo vrij moet je dan zijn als je werkelijk dus een mens bent met elkaar. Spreek dan erover als je iets gevonden hebt. Hé, is dat wel voor ons? Dan moeten we daar rekening mee houden met deze ziekte voor ons. En dat vind ik wel, en dat wordt te weinig gedaan. De verlovingstijd bestaat niet meer. Nou, die heeft geloof ik ook, want we waren al zwanger voor ze trouwden. Ja. Ik denk dat die tijd onbenut is gebleven. En nog, denk ik, een heleboel. Helaas, ja. Mag ik je hartelijk danken ja, dat je de moed hebt opgebracht ja. om voor ons vrouwen jouw stem te laten klinken. Nou ja, ik heb het op jouw verzoek gedaan, zelf was ik, want dat zeg ik heb wel eens vaker wat willen zeggen, maar